superleuk dat jullie allemaal weer kijken. Ja, super, super, super. Zeg, is dat het enige wat jij gaat zeggen? Samson. Samson. Boom! Ah, jongens, zeg, wat doe jij nu? Jammer, ik ben een boek aan het lezen dat ik gevonden heb. Zo. De tijdbom. Ja, maar ja, daarom zei ik dus boom! Ah, Samson, zeg alsjeblieft. Jammer, die ontbijtkom, hè, die was ontploft. Die tijdbom? Ja, ja, dat bedoel ik zo, ja. En die deed tik, tak, tik, tak, tik, tak. Boom! Ah, Samson, alsjeblieft. Genoeg geboomd, oké? Okay? Nou, ik zal niet meer boom roepen, zo, ja. Dankjewel. Ah! Maar ze kloppen op de deur zo. Ja, we hebben geen bellen, Samson. Oh, nee. Samson, het was Loder postbode en hij had een pakje bij. Wat wel wat raar is, want wij hebben niks besteld, maar onze namen staan er wel op. Oeh, maar dat is toch wel zo'n heel zeg, klein... Samson, is even stil. Hoor jij dat ook? Oh ja. Maar het pakje zegt tik-tak, tik-tak, tik-tak. Zoals in mijn boek zo. Zeg, je wilt toch niet zeggen dat hier een tijdbom in zit, hè? Ah, een ontbijtkom, Marie, ik ben bang. Een tijdbom, Samson, ja, maar dat kan toch niet? Oh ja, maar het zegt wel... Tak, tik, tak, tik, tak. Boom! Ah, Samson, jongen, wij mogen niet panikeren, nee, nee. We moeten rustig blijven, we moeten gewoon rustig blijven. En kan. Geen paniek, geen paniek, nee, nee. Maar zeg, kunnen we die bom niet weggooien zo? Samson, zo'n bom is heel gevaarlijk, hè? Als die op de grond valt, kan die zomaar ontploffen. En kunnen we dan niet weglopen zo? Samson, ja? We kunnen ons busje toch niet alleen laten? Nou, maar wat moeten we dan doen? We hebben nog wel een beetje tijd, hè? Maar ja, het is een tijdbom. We moeten ons gewoon zo goed mogelijk beschermen. Marie, maar ik ben bang zo. Wat moeten we nu doen? We moeten een oplossing zoeken voor de bom ontploft. Maar ik ben zo bang zo. Samson, ik kwam. En Samson, jij mag nooit vergeten hoe graag ik jou zie. Maar ik hou ook van jou. En Samson, ja? Ik moet ook nog iets opbiechten. Ja? Ik heb ooit jouw rode balletje verstopt gewoon om je te plagen. Wat? Oh, Samson, ik vond dat je het moest weten, sorry. Nou, ik moet ook iets vertellen, zo. Ik heb ooit... Samson? Ja? Het tikken is gestopt. Dat betekent dat de bom gaat ontploffen. Zeg, ja. Volgens mij, hè, is dat geen bom. Het is een wekker. Hallo met Marie. En ook met mij. Ja, en ook met Samson. Hey, Alberto. Ah ja? Ah. Ja, nee, dat is goed. Nee, we komen het morgen wel brengen. Dag, Alberto. Maar waarom heeft meneer Spaghetti gebeld zo? Wel, Samson. Hij vroeg of Lode de postbode een pakje was komen brengen. Want hij was zelf niet thuis en hij had gevraagd of hij het pakje bij ons mocht leveren. Maar zeg, maar dan zijn we voor niets bang geweest zo. Zeg, Samson. Ja? Jij moest mij toch nog iets vertellen? Wat was dat? Oh, ja, niets. Nee, nee, helemaal niks zo. Nee. Samson. Ik moet dringend weg zo. Dag, Samson. Marie? Vertel het nu maar, hè. Samson.